Onze maatschappij kan natuurlijk niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. Op de sportverenigingen, in de zorg, bij de harmonie, ach, zo kunnen we de lijst eindeloos uitbreiden. Ons gemeentebestuur weet ook hoe belangrijk die inzet van vrijwilligers is. En daarom heeft ze speciaal een avond georganiseerd voor de vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Dat hadden ze verrassend mooi aangepakt. Hoi, ik ben Loes Kellendonk. Ik ben 22 jaar. En ik ben vrijwilliger bij Scouting Schaik. Woensdag 28 november wordt er door gemeente een vrijwilligersavond georganiseerd. Speciaal voor jonge vrijwilligers. En ik ben er natuurlijk bij. Hoi, ik ben Twan Martens. Ik ben 28 jaar oud. Ik doe vrijwilligerswerk voor het Streekfeest, Tennisvereniging Jong Nederland en vandaag voor de EHBO-vereniging. En natuurlijk ben ik op woensdag 28 november ook van de partij. Jonge vrijwilligers, eigenlijk is het toch wel heel erg leuk dat we binnen de gemeente Landert zoveel jonge vrijwilligers bij elkaar hebben kunnen rapen om inderdaad hier bij dit vrijwilligers-event aanwezig te zijn. Vroeger gingen ze bij elkaar kletsen. Daarna was het opbellen of telefoneren. Daarna was het MSN'en of sms'en. Daarna was het appen. Toen werd het Hives of Twitter. Toen Facebook en misschien in een later stadium wordt het nog LinkedIn. Wij hebben getracht jullie te bereiken via Facebook. We hebben geliked, getagd en gewhatsappt. En op deze manier hebben we jullie allemaal hier binnengekregen. Ooit wordt er gezegd van, er zijn zo weinig jonge vrijwilligers. Nou, als ik hier rondkijk, dan zijn wij als gemeente Landert, en zeker namens het college van burgemeester en wethouders die hier ook aanwezig zijn, trots op jullie, dat jullie in ieder geval hier zijn. En niet zozeer dat jullie hier zijn, maar ook dat jullie zoveel vrijwilligerswerk doen. Al ben je nu leidster of leider bij EMOS, of bij DOW, of bij Festilent, of zijn jullie lid van de Stichting Jeugdbelangen, of lid van de Scouting. Noem maar op, wij hebben heel veel mensen onder de 35 die hier acte de présence geven. Nou, wij hebben getracht vandaag, en ik mocht het niet te lang maken, want we hebben een heel vol programma. Wat wij ook denken dat wij toegesneden hebben op deze jonge mensen. Om te kijken van, hebben we nu een programma wat we deze mensen ook een beetje kan boeien. Wij hopen in ieder geval dat jullie een hele gezellige avond hebben. We hebben daar een mooi programma voor. En ik zou in ieder geval voor willen stellen om nu de avond officieel te openen. Jullie mogen met Carla van Loon, wel bekend van Omroep Brabant, althans ik ken ze alleen maar van Omroep Brabant. Nou blijkt ze daar niet te werken, maar wel vaak door Omroep Brabant ingehuurd worden. Dat zie je mevrouw daar met die kleine krulletjes. We gaan hier weg, we gaan naar de zaal hierachter. En dan horen jullie van Carla vanzelf hoe we jullie deze avond kunnen binden en boeien. Ik wens jullie een hele fijne avond. Nou, ik ben dus vrijwilliger bij Scouting Schaik. Ik ben leiding van de gidsen, dat is deze groep. Het zijn allemaal meiden van 10 tot 14 jaar. En dat doe ik eigenlijk al zo'n 4 jaar volgens mij. En het bestaat eigenlijk uit leuke programma's voor de kids maken. En aan het einde van het jaar gaan we altijd op zomerkamp. En dat is eigenlijk het grote hoogtepunt. Want dan ben je 7 dagen met de meiden weg. En dan gaan we met tenten op kamp. Ja, en dat is gewoon hartstikke leuk om met die meiden
er een leuke week van te maken en gezellig te gaan zwemmen. We gaan een tocht lopen, we doen spelletjes in de bossen, kampvuur. Dus nou ja, gewoon die band die je dan met die meiden zeg maar, krijgt, is gewoon hartstikke leuk. Daarnaast ben ik ook lid van het bestuur bij Scouting Schaik. Ik ben groepsbegeleider en dat houdt in dat ik zeg maar, samen met de leiding van alle speltakken die we hebben hier, dus wij zijn de gidsen en we hebben dus ja, alle speltakken met die leiding, ga ik af en toe in conclave van hoe gaat het en ja, willen we ons team nog verbeteren en we gaan kijken of we ze trainingen kunnen volgen. Dus daar denk ik ook mee met de leiding. En ja, daarnaast zit je dus in het bestuur, dus heb je een bestuursvergadering en je hebt groepsraad. Dus er gaat allemaal veel tijd in zitten, maar omdat ik het zo leuk vind, doe ik het met heel veel plezier. En ja, is vrijwilligerswerk voor mij eigenlijk heel normaal en zou ik niet weten wat ik ja, zonder zou moeten. Dus wat dat betreft ja, ben ik heel blij dat ik hier vrijwilliger ben. Ik doe vrijwilligerswerk bij EHBO-vereniging in het verzorgd wondje. Vandaag zijn we in Schaik bij de Phoenix. Vandaag is het openingstoernooi voor de dansgarde. En ik doe ook nog vrijwilligerswerk voor het streekfeest. Ik doe onder andere de promotie, de aankleding van het festival, posters ontwerpen, filmpjes monteren en overige reclame maken. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. Things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, I can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. Ik haal veel voldoening uit vrijwilligerswerk en vind het leuk als dit gewaardeerd wordt. Elke week ga ik weer met plezier naar scouting en ik denk gewoon dat ik hier nog hartstikke lang mee bezig blijf. Vrijwilligerswerk is gewoon hartstikke leuk en ja, bedankt.